Ja, meneer De Boer, vandaag bezoek gehad van de commissaris van de Koning. Voor het laatst nog als gemeente Werkendam. Wat doet dat met u als burgemeester? Nou, je kunt beter vragen, wat doet dat als voor de gemeente? Want het wordt iedere keer weer duidelijk gemaakt. Dat zijn de laatste maanden van de gemeente Werkendam. En dat voor het college is dat natuurlijk betekenisvol. Voor onze inwoners is dat betekenisvol. Maar het feit dat de commissaris aandacht besteedt aan deze drie gemeenten, wat hij overigens voor alle gemeenten van Brabant doet, maar nu toevallig omdat dit jaar het laatste jaar is dat hij dat kan bij de individuele gemeenten. En natuurlijk ook heel graag wil weten hoe dat het met het fusieproces loopt. En wat de ambities zijn van de verschillende gemeenten en wat die gezamenlijke ambitie is. Nou, dat heeft hij vandaag kunnen horen. Dat heeft hij in Aalburg al gehoord en gaat hij in Woudrichem ongetwijfeld ook horen. Vorige week begreep ik van u een bezoek gebracht aan Aalburg. Woudrichem staat nog op de planning. Wat waren voor u vandaag de hoogtepunten in dit bezoek? Vele. Ik vond het heel plezierig om met de raad te spreken. Vertegenwoordiging van de raad, de fractievoorzitters. Om even te toetsen, de polshoogte te nemen. Hè. Het beeld dat ik al had van een fusie die zich echt heel goed ontwikkelt. Hè. Waar hard aan gewerkt is, overigens ook door de bevolking. Betrokken bij de toekomstvisie en nu die nieuwe gemeente maken samen. Ik realiseer me elke keer dat dat niet vanzelf gaat. Dat dat veel energie vraagt van mensen. Betrokkenheid van bestuurders, van de burgemeesters, van de raden, de colleges. Maar ook van de bevolking. En ik heb ook gezegd, let op, hè. 1 januari is dan de datum waarop het gebeurt, maar dan begint het eigenlijk pas. Dan moet je echt samen goed weten wat je wil. Wat zijn nou de 10 punten voor de nieuwe gemeente waar het echt op aan gaat komen? Want daarom doen we dit allemaal. Hè? Dus dat die strategieontwikkeling voor de toekomst van deze gemeente, de bedrijven en de inwoners goed van wal komt. Nou, van wal komen, dat is hier een vaardigheid die sterk ontwikkeld is, heb ik gezien. Hè? Dus natuurlijk, ik heb het brainport van de binnenvaart genoemd. Breder ook van de maritieme industrie. Ja, ik ben altijd heel trots als ik zie hoe twee jongens die elkaar op een surfplank ontmoet hebben in 1994, zo'n nu toonaangevend bedrijf uit de grond gestampt hebben wat wereldwijd opereert. En als je dan hoort hoe het komt, dan herken ik heel veel wat ik in Brabant zie. Hè, dat alleen als je kunt delen, kunt samenwerken. Alleen als je kunt delen, kun je vermenigvuldigen. En dat komt door de enorme samenwerking die er is. Bijna op vertrouwensbasis met de buren. En je hoeft het dorp niet uit, zeggen ze. Elk onderdeel is hier wel. En we kunnen samen prachtige dingen maken. Dat vind ik een heel herkenbaar Brabants element in de manier waarop wij economie met elkaar bedrijven. En het is mooi om te zien dat ons ook echt helpt en successen geeft. En dat in een tijd, dat delen van de industrie hier, dat realiseer ik me absoluut, echt een lastige tijd achter de rug had. En die crisis heeft er behoorlijk in gehakt. En ik vind het mooi om te zien dat ze dat voorbijgekomen zijn en dat er weer toekomstgericht wordt gewerkt. En tot slot, waar ik blij van word, is de innovatieve kracht. Hè. Ik hoor elektrische schepen, we gaan nieuwe dingen doen, de verduurzaming dienen. Want iedereen snapt dat dat een verdienmodel van de toekomst is voor ondernemers. Maar dat dat als samenleving ook verschrikkelijk belangrijk is, dat we verduurzamen. Dat is een wezenlijke opdracht om ook voor de komende generaties onze aardbol een beetje beheersbaar te houden. In het verleden hebben we u wel eens horen zeggen dat de provincie de fusie niet wil gaan dwingen. Niet als een boeman boven die fusie wil gaan hangen. Wat is nu exact de rol van de provincie in de fusie van de drie gemeenten naar één Altena? Nou, ik herinner me als de dag van gisteren, ik denk dat het 2010 geweest is. Dat is nu 8 jaar geleden, dat ik in Woudrichem op bezoek was, waar de hele gemeenteraad tegen me zei, commissaris, het gaat niet meer. Wij moeten opgaan in een groter geheel, want we krijgen het niet meer voor elkaar. Het kan nog wel een paar jaar, maar we moeten echt stappen gaan zetten. Het proces van veerkrachtig bestuur is echt een uitnodiging geweest aan onze lokale overheden om te zeggen, hoe gaan we dat doen? Maak toekomstplannen. Kijk jezelf in de spiegel aan en zie of het nog gaat. Maar op zijn minst zo belangrijk is geweest, denk goed na over de toekomstkansen. Dus de provincie is begeleidend, uitnodigend aanwezig om dit proces te begeleiden. En het is overal anders, hè. Het is nooit hetzelfde. Dus het is ook een beetje meebewegen met wat hier de situatie is. Maar ik denk dat het land van Altena wel eens de geschiedenis zou kunnen gaan als een voorbeeld van hoe die gemeente. Uiteraard zijn er hier debatten geweest, zijn er discussies geweest. Maar uiteindelijk ben ik zeer onder de indruk van de manier waarop zelfs mensen die aarzelingen hadden en dachten, is dit wel een goed idee? De knop omgezet hebben en zeggen, en nu gaan we er ook wat van maken samen. Dus er zit veel kracht en energie. En ik hoop dat we als provincie dat begeleidenderwijs mee mogelijk hebben gemaakt. Maar de kracht en de opdracht zit natuurlijk uiteindelijk echt bij de gemeenteraden en de bestuurders die het hier lokaal hebben gedaan. Volgende week staat Woudrichem nog op de agenda. Tot slot, wat verwacht u van Woudrichem nog mee te gaan krijgen volgende week? Ik zal me graag laten verrassen, want daar gaan ze echt zelf over. Ik ga het natuurlijk, er worden altijd mooie dossiers gemaakt. Wat speelt daar, wat gaat daar lopen? Dat ga ik nog doen de komende week als u het goed vindt. En ik laat me verrassen. Ik ben begonnen met de quote over Woudrichem een jaar of 8 geleden. En ik ben heel benieuwd hoe ik de gemeente nu aantref. Ik heb er
absoluut vertrouwen in dat Arie Noordegraaf en zijn college en zijn raad ook het programma maken. En dat we ook daar de goede gesprekken gaan voeren.